We gaan vandaag even over genetische code praten. Genetische code, heb ik al kort uitgelegd, daar gaan we nu mee verder. Wat hebben we tot nu toe gedaan? We hebben DNA. Ja. Het zwarte hier is DNA. En met DNA, dat weet je, ging uit elkaar om te verdubbelen. Nu gaan we niet verdubbelen. We gaan een gen aflezen. Dus we gaan een eiwit maken. Het is heel belangrijk dat je die twee dingen gescheiden houdt. Een eiwit maken. Daar hebben we het ook over gehad. Hoe doet die celkern dat? Het DNA wordt hier weer opengemaakt. Dat zie je. En van een klein stukje, daar hebben we het ook over gehad. Van een klein stukje wordt een nieuwe kopie gemaakt. En dat kopie had een paar verschillen. Maar eigenlijk komt het overeen met het DNA wat daar tegenover zat. Dus tegenover een T zit een A. Tegenover een A komt een U te zitten, want in het mRNA, het RNA, zitten geen T's, maar er zitten U's op die plek. En zo kopieer je dat stukje DNA, wat hier een gen heet. Ja, de DNA is veel groter, het gaat verder naar boven, gaat verder naar onder. Dit mRNA, boodschapper, RNA, gaat uit de kern. Dus het DNA blijft in de kern. RNA gaat uit de kern. Dan gaat het op zoek naar een ribosoom die niks te doen heeft. Een vrije ribosoom. Die vrije ribosoom, die klapt erom. Dan een groot deel ribosoom, een klein deel ribosoom, die klappen om dat mRNA. En die lezen per drie letters, per drie stikstofbazen. Dus lezen die, dan lezen van een ribosoom dat mRNA af. Begin bij de eerste. Nou, die eerste bestaat A, U, G. Dat A, U, G, dat hadden we een codon genoemd. Een codon codeert voor een aminozuur. Welk aminozuur? Nou, dat is heel fijn. Dat kunnen we opzoeken. Binas 70E, als je dat opzoekt, dan zie je dat AUG codeert voor methionine. Met afgekort. Dus, het allereerste aminozuur van ons eiwit wat we hier gaan maken is methionine. Op het moment dat de ribosoom dat heeft uitgevogeld, schuift hij door naar de volgende codon UGG en zoekt hij ook deze weer op. Aan het einde, dit geval maar een heel klein eiwit, een heel klein gen, dus wat we hier hebben gezien, valt dat ribosoom uit elkaar, kan op zoek gaan naar een nieuw mRNA en hebben een drie peptide gemaakt. Peptide is chic voor eiwit, drie voor drie. De eerste, methionine, die hadden we opgezocht. De tweede, UGG, codeert voor trypsine. En de derde, serine. Dus we hebben nou van dit stukje gen, en uiteindelijk deze drie aminozuren, een tripeptide, dus een heel klein eiwit gemaakt. Dit is het overzicht. Het is erg belangrijk in de biologie. De genetische code, hoe die werkt. Pak je binas erbij, 70E, zoek die codes op. Hè? En tel eens hoeveel verschillende aminozuren zijn er überhaupt. Goed, we gaan hier verder mee in de les. En je zal nog huiswerk krijgen. Ik hoop dat dit leuk is om te zien. En snap je het niet? Ga nog een keer terug, bekijk het nog eens. Schrijf je vragen op en neem die mee naar de volgende les. Dankjewel.